ZOD aanvoerder vandaag van FC Dordrecht. Dat was een verrassing, denk ik. Ja, dat was een verrassing, ja. Cilio was er niet bij vandaag en de trainer die kwam naar me toe en hij vroeg of ik het vandaag over wilde nemen. Ik zeg ja, dat is goed. Wat een verschil, hè, in het voetbal. Van bank zitten, nu gewoon in de goal en ook aanvoerder en ook nog een prima wedstrijd spelen. Ja, klopt. Het kan snel gaan in de voetbalwereld. Maar je weet hoe het gaat en je weet dat je altijd scherp moet blijven. Dus gelukkig is nu het geluk aan mijn zijde. Ja, die scherpte was in het begin nodig, hè? Na 14 minuten shoot ars op je af, dan lijkt het 1-0 te worden, dan pak je hem prima. Ja, klopt. Ik bleef gelukkig lang in de benen en hij bleef naar me kijken. En, daardoor liet ik hem de keuze en wist hij zich geen raad meer met de bal. De tweede helft was het eenrichtingsverkeer. Zwolle beukte op jouw goal. Waardoor blijf je nou gewoon op de menen? Want het was best wel een lastige wedstrijd, denk ik. Zeker die tweede helft. Ja, zeker. Maar ik denk dat we al met al nog redelijk ver van de goal hebben kunnen verdedigen. Dat we niet te ver terug uit zijn gelopen, waardoor ze nog meer druk kunnen geven. Want in principe hebben we de tweede helft misschien 1-2 kansen weggegeven. Meer niet. Was dit ene punt een extra punt of had je dit punt sowieso wel een beetje op gerekend? Je weet dat je naar de nummer 1 moet en dat het heel lastig wordt. En dat elk punt hier wat je mee kan nemen, in principe als je naar de ranglijst kijkt, meegenomen is. Maar goed, je weet ook dat wij zelf een hele goede ploeg hebben. Dus wat dat betreft hou je ook wel rekening mee dat je punten gaat halen hier in Zwolle. En met die goede ploeg moet je nu naar boven gaan kijken, denk ik. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk als je zo'n ploeg hebt zoals wij hebben, we hebben veel kwaliteit. En je ziet er vandaag dat we absoluut een team zijn en dat we voor elkaar willen werken. Dat je ook wel naar boven moet kijken. Heb jij het gevoel dat je nu gewoon doelman nummer 1 bent? Ik heb altijd vertrouwen in mezelf, dus wat dat betreft heb ik dat gevoel wel. Ja, maar goed, je weet het nooit. Je moet hard blijven werken, want ik heb een goede concurrent en die blijft ook gas geven. In ieder geval heb je nu een punt gepakt. Je hebt de 0 gehouden. Dat voelt voor een keeper denk ik extra lekker. Ja, klopt. Voor de hele ploeg denk ik. We hebben met z'n allen de 0 gehouden. Alleen we hebben helaas geen weten te maken. Maar goed, als verdediger en keeper zijn, is een clean sheet altijd lekker. Dankjewel. Graag gedaan.